mensen, leuk dat jullie weer kijken bij Live Like Johan en vandaag ben ik hier weer met Zoe. En wat gaan we vandaag doen? Nou, jij gaat meedoen aan de Mars voor Sinterklaas. En we laten jullie een beetje de dag zien van met Sinterklaas, dus de optocht en in het winkelcentrum. Maar voordat jullie dat allemaal gaan zien, gaan we eerst naar mijn intro. We gaan er zo naartoe. We gaan zo naar de werf toe. En dan, Zoe daar de camera en die filmt eigenlijk de hele dag wel tot we eigenlijk weer terug thuis zijn, denk ik. Toch? Ja. Dus hier is de camera, alsjeblieft. Fijne dag met de camera. Waters, ik ga me omkleden voor de mars alvast. En mij zien jullie eigenlijk daar en filmen hoe Sinterklaas de koets in gaat. Dus, tot dan. Zo moeilijk worden.
Nee, dat mag niet open doen! Doe ze er maar in. Leg elkaar aan. Goed zo. Moet je kijken naar papa. Zijn het staat te lachen, roept ons reeds toe. Wie zoet is, wel lekker, wie staat in de hoek. O, lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. Het lijkt wat lief zilletjes, ons
Sinterklaas, wat geweldig. Nou zeg, wat een feest. En de Sint, en u heeft gewoon de burgermoeder meegenomen. Echt waar, wat een hoop zoeken. En ik word er verlegen van. Ik ga bijna... Dat is goed zo, dat vindt u nog meestal altijd wel fijn. Sint, hoe is het met u? Ja, het is heel goed gegaan. Ik heb wel wat problemen gehad onderweg. Pakjes, ja, die moet ik nog even zoeken. Maar voor de rest, ja, gaat alles wel naar wens. Ik had alleen een beetje de weg kwijt. Ja, maar dat kan gebeuren. Ik bedoel, het gaat iedere keer. Ik verbaas me altijd over dat. En de burgemeester misschien ook wel dat een heel jaar lang kunnen zich voorbereiden. En dan is het iedere keer. Hoe zou dat toch komen, burgemeester? Ja, dat komt omdat het een heel erg spannend. Het nummer heet Hipoera. Je weet niet wat je ziet. Daar zijn ze weer. Sinterklaas en Zwarte Piet. Kijk je ook zo uit naar Sinterklaas? Vertel je elke dag, laat jezelf verslaan. Kijk je ook zo zin in speculaas? Als je Zwarte Piet voor je dienst weer ziet. Want ieder jaar is het weer hetzelfde liedje. Je lacht er van. En het schiet niet op de buurt, altijd zo lang voor de mensen. De lucht over ieder rake pietje. En uiteindelijk wordt het. Zo mensen, het is weer eind van de middag. Het was weer een leuke dag. Wat vond je het mooiste van de dag eigenlijk? Nou, ik vond het wel grappig dat, hoe heet dat ook alweer? Rooie Strookkapel in het centrum was. Ja, dat was wel leuk. Ook wel grappig. En ja, de intocht zelf was ook wel leuk. En gewoon de aankomst. Met dat die kinderen allemaal nummer gingen zingen en zo. Maar ik vond het ook leuk, gewoon lekker maar zo. Ja, dat is het meeste wat ik heb gezien en dan even in het winkelcentrum dan. Maar ja. Wat er allemaal voor me of wat er allemaal achter me gebeurt, heb ik idee met het marsen. Dus. Het enige nadeel was de kou. Ja. Ach, het is zo koud buiten, dat is niet normaal. Ja. Ik hoop dat jullie ook deze video leuk vonden. Zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even hieronder, zet ook even een reactie neer. Probeer zo snel mogelijk op te reageren. Nog wat te zeggen? Nee, dat was zo'n beetje. Oké, dan spreken we jullie later.